Ja, we zijn hier in de trimmer, een vaccinatielocatie. Waarom de trimmer in Dokkum? Wij hebben in gewerking met de gemeente Noord-Eerst Friesland hebben wij zoeken naar geschikte locaties in Dokkum. En de trimmer die voldoet aan de meeste van onze eersken. Wat voor eisen mag dan denken? De grutte van de locatie natuurlijk van Henk hebben we daar genoeg meisken ontvangen. Maar ieder ik parkeergelegenheid is de locatie goed te bereiken. En we hebben in Kalm natuurlijk een testlocatie. Is het dan het volle handiger om daar dan een vaccinatielocatie echt te dwalen? Ja, dat zullen we wel denken. En daar hebben we zeer zeker een schoen. Dat er in Kalm een geschikte locatie weer te vinden. Maar helaas weer dat net het geval. Al kom je hier dus dan liek het al aardig kleer. Ik maar de voorbereidingen. Wat moet er nou nog gebeuren voordat je hem echt iepen kan? De locatie is vier hinnen kleer. Maar we moeten nog de puntjes op de i zetten. We moeten nog wat meubilair op het plak zetten. Onze berging moet nog inruchten worden. Het is hier nou koud op het moment. Dus we moeten nog wat wanden met de warmteinstallatie. Boetenom moet de hovenier nog komen om het al wat netjes te mooi te zien. Maar het zijn dus echt de laatste zaken voordat we hier los kennen. Op 14 april wordt hier in de trimmer in Dokkum de eerste prik zet. Naast degenen die de prikking zetten, binnen er nog een heel soort oren meesken belutsen bij het hele vaccinatieproces. Dan moet je toch zo denken aan zo'n 24 man. En dat zijn EHBO'ers, beveiligers, verkeersregelaars, de meesken die het vaccineren, de inschrijvers. En hoeveel meesken verwachten je hem te kunnen vaccineren op een dag? Nou, we beginnen met 2 à 3 priklijn de 14e. En dan mag je ongeveer denken aan 350 à 400 meesken die te vaccineerd worden kennen op een dag. Ek GGD Friesland is wie is met deze nieuwe vaccinatielocatie. Maar Dokkum erbij zit Friesland aanst op 6 vaccinatieplakken. Doch zit het net voor ten dadelijks dat er meer prikt worden kan. Zo kunnen we heel iets meer dichter bij de meesken vaccineren vanzelf. Alleen nog, ja, we wachten wel op het vaccin. We gaan nog net zo heel veel op vaccin. En dus we kennen nog net alle prikstritten hier iepen HD terug. Want hoeveel prikken binnen nou in Friesland zet en herinner je wat op schema? We worden altijd een hudde natuurlijk. We gaan nu 25.000 prikken zet, dus dat is mooi wat. Maar ja, we zullen wel meer willen. We zijn nu in Dokkum, dus just, er zijn alweer ruimtes. We zullen nog wel iepen kennen. Het is eigenlijk al helemaal clear. Maar ja, we moeten eerst meer vaccin gaan. Ja, daar kunnen we net meer beginnen te prikken.